Goedemiddag iedereen. We zijn vandaag 1 februari 2021. Fantastische maand die er weer aankomt. Ik hoorde net ook uit de groep dat februari meestal de maand is dat er enorm veel water geconsumeerd wordt in plaats van alcohol. Voor de mensen die daaraan meedoen, heel veel plezier en heel veel succes. Al denk ik dat het niet echt een groot probleem moet zijn om gewoon het natuurlijke grondstof water op te nemen. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan de belangrijkste clauses van de timeframes overlopen. En dan gaan we straks met onze community, met de feitraders die hier ook aanwezig zijn, gaan we verder de altcoins gaan fileren, zeg maar. Dus wij zelf, voor de mensen die de video nadien bekijken op onze socials, gaan we enkel Bitcoin en heel snel dominantie overlopen. En that's it. Nog even off the record, maar toch belangrijk voor mij om te vermelden. Je kunt mij vanaf nu altijd vinden op Mines Social Platform, die werd op blockchain. Je kunt me vinden onder de handle @hempmate. Ook daar worden inzichten gepost en video's ook gepost, dus neem daar ook zeker een kijkje. En verder abonneer je op ons YouTube-kanaal van wat de nieuwe video's zijn. Dan zit je er al meteen als eerste bij. En eventueel ook op onze Facebook-page. Gewoon even volgen en ook daar zit je dan ietsje sneller op de hoogte. En dan als laatste, we hebben een nieuw project uit de grond gestampt, zeg maar. Tim Broekmans en mezelf hebben het project genaamd Bulio opgericht, Crypto Portfolio Insights, waarin dat we voor derden, dus mensen die oftewel te lui zijn, geen goesting hebben of geen tijd hebben, of die zich willen laten begeleiden door experts, gaan we portfolio's gaan bestuderen, analyseren en gaan we bijschaven, bijsturen wat dat nodig is. Het is geen financieel advies, absoluut niet. Het is puur en alleen een weergave van de data die openbaar en voor iedereen terug te vinden is. Maar goed, genoeg chitchat, genoeg commerciële talk en we gaan meteen in de data duiken die voor ons het meest belangrijkste is. En dat is uit onze goede vriend, tenminste Bitcoin USDT of versus USDT op de exchange Binance. Ik ga enkel het volume weglaten. Momenteel hebben we daar eigenlijk geen behoefte aan. Straks misschien wel op de lagere timeframes, maar voor nu geen grote relevantie. We hebben 3 belangrijke clauses gehad vorige nacht, of eigenlijk deze morgen, zeg maar. Dat is de monthly clause, de weekly clause en de daily clause. We gaan ook deze gaan bestuderen. En uiteraard beginnen we met de grotere timeframe. En dan kijk ik naar de monthly timeframe. We hebben een goede close gekregen. En momenteel hebben we een potentiële monthly nieuwe trading range. Range, wat is dat ook alweer? Hoe moet ik dat tekenen? Als je dat wilt weten, dan moet je gewoon onze opleiding volgen. En wat moet je daar nu eigenlijk gewoon in essentie van onthouden? Range is dat we een duidelijk level hebben van steun, een duidelijk level van weerstand en een middelpunt, een equilibrium genaamd. Dus momenteel zitten we met een potentiële nieuwe range. Wel, wat is die onderkant? Dat kunnen we met zekerheid zeggen. Wat is met andere woorden die steun? 17.176,24. En dat is ook meteen de laagste steun dat ik voor deze bespreking ook ga meenemen. Dan hebben we het equilibrium. En daar moeten wij met nadruk zeggen, het is potentieel equilibrium. 29.563,12 kan een goede agressieve long entry zijn. Want we zijn nog altijd bullish op de macro, zelfs op de super macro timeframe, zeg maar. Zijn we nog altijd bullish? Met andere woorden, zijn we bullish? Blijven we zoeken naar de longs tot als het tegendeel bewezen wordt of tot als we duidelijke tekenen gaan zien van reversal? Goed, waar zit dan die weerstand momenteel? Ook daar nadruk op potentieel, nog geen bevestiging. Op 41.950. Dat is de range op zich. En waar zitten we nu qua trendlines? Wel, de steunen momenteel voor de trendlines zitten pal hier op dit kruispunt waarin er meerdere trendlines aan het voorkomen zijn. En dan spreken we over 26.951. Is ook meteen de line in the sand, zeg maar. Mochten we daaronder gaan traden en dan vooral op een weekly timeframe deze maand, dan kunnen we wel spreken van een potentiële neutraliteit dat we moeten gaan aannemen of zelfs gaan denken in termen van bearishness, enkel en alleen op voorwaarde als we op weekly timeframes zouden closen onder 26.951 en met hele grote zekerheid van zodra dat we ook op een monthly timeframe daar zouden gaan closen.
Wat dat niet wil zeggen dat we de komende 4 weken uiteraard nog wat downside zouden kunnen zien. En als we daar komen, dan gaan we, of ik dan toch, het is nogmaals geen financieel advies, maar ikzelf ga daar zeker gaan kijken om long te gaan. Waarom? Trendlines geven ons aan, daar zit een steun. Dan naar de bovenkant toe. Behalve de weerstand van de range hebben we deze maand deze trendlijn staan. En dan spreken we over een target van 52.560. Is voor mij een van de meest ultieme targets voor... Excuseer. Een van de meest ultieme targets voor deze maand. En we hebben nog een grotere target staan. Deze kleinere hele box, zeg maar, kan eigenlijk wel ietsje gaan uitvergroten. Het is nu nog niet, absoluut toch nog niet accuraat. Maar we kijken in de richting de regionen van 64 of 62.000 en 65.000 als eerste target. Ik ga dat meteen ook gaan verklaren. Ik dacht dat hem duidelijk begint te worden op de weekly timeframe. Algemene conclusie. Eigenlijk kunnen we zelfs nog redelijk relatief kort zijn over de monthly. Line in ascent voor deze maand 26.900. Laat ons afronden naar 27.000. Goede steun, agressieve steun weliswaar, op 29.500. En weerstanden 41.950, 52 of 53k. En dan laat ons afronden op rond de 64k als targets naar boven toe. We zien dat we nog zeer mooie ruimte hebben. We zitten in deze zone van trendlines. Heel wat ruimte. En dan bedoel ik met ruimte niet alleen volatiliteit up en down, maar ook bedoel ik dan ruimte in tijd, waarin dat we absoluut nog een paar maandjes verder kunnen gaan vertoeven. Dus op monthly, bullish, niks veranderd ten opzichte van vorige maand. En we blijven dus op de grotere timeframes. Bullish denken, dus we zijn op zoek naar long entries. Dan op de weekly timeframe. Ik kan even zien wat dat in deze hier aan het doen is. Ik ga die even naar de daily plaatsen. Voilà. Een eerste, we zien dan toch een eerste keer na lange tijd opnieuw een zone van compressie die vooraf is gegaan met een nogal serieuze expansie, zeg maar. De zone van compressie duidt aan dat prijs gewoon in een hoekje geduwd wordt. En iets dat jij in het hoekje duwt, denk maar bij jezelf, als jij onderdrukt wordt vroeg of laat, breekt er uit dat hoekje uit en gebeuren nieuwe mooie dingen, zeg maar. Momenteel dus tijdanalyse. Hebben wij potentieel nog een tijdspanne rond begin maart vooraleer er een nieuwe expansie zou kunnen gebeuren? En dat brengt ons meteen al een eerste reflectie op altcoins. Als we inderdaad verder in deze range gaan traden, zeg maar, we zijn al, denk ik, nu de vierde week op rij, hebben we aangegeven dat we aan het kijken zijn voor ranging. Bevestigt dit verhaal en hebben we dus nog meer ruimte, meer zuurstof voor de altcoins. We zien momenteel dus een zeer duidelijke wedge ontstaan. De naam ervan interesseert ons eigenlijk voor geen meter. Al noemt het A, B of C, who cares? Wat interesseert ons wel is een measurement target dat we hieruit kunnen gaan projecteren, zeg maar. Naar de bovenkant zouden we measurement target 48k en naar de benedenkant komen we op en rond deze laatste line in de sandbox rond die 23. Rond de 15 à 16k uit. Dus beide zijden zijn technisch gezien qua data absoluut mogelijk. Zou zelfs heel logisch zijn, mochten we zelfs naar beneden breken, om hier steun te gaan vinden. Enorm veel liquiditeit die hier zit te wachten, is ook zeer simpel te verklaren. Was de break van een weerstand van, ik denk, 4 jaar ongeveer. Eens we daar doorbreken, zitten hier heel wat mensen opnieuw in te stappen. Het is een droommoment mochten we tot daar gaan komen. Maar vooralsnog gaan we daar nu, of moeten we ons daar nu niet mee bezighouden. Het is momenteel nog ver van ons bedshow. Maar hou het in uw achterhoofd. Weekly trading ranges. Laten we daar even op gaan focussen. Ik ga voor de overzichtelijkheid gewoon de ranges apart gaan tekenen. Ik kan zien als we daar ook het equilibrium kunnen intonen, inderdaad. Wat zien we dan? Vorige week zagen we, of een paar weken terug, een attack, zeg maar, op het equilibrium. Wat dan hier onze eerste high. Drop naar beneden, zeer mooi op het equilibrium opgevangen. Was meteen ook een bevestiging van een nieuwe weekly trading range. En de week daarna opnieuw proberen eronder te gaan traden. Zeer mooi verdedigd, weer op en rond de regionen van 30.800.
En dan deze week een change of behavior. Het was Vincent Tachtig die ook aangaf, fractal-wise, als wij hier opnieuw change of behavior zien, krijgen we bursting van steun. Met andere woorden, een goede instap zou deze local low zijn, 30.300. Of zelfs potentieel deze start van uptrend moet zich natuurlijk nog gaan bewijzen rond de 28.000. Wat dat eigenlijk opnieuw in die kaarten speelt van die monthly timeframe, wat dat daar die equilibrium ongeveer tussen staat. Dus daar verwachten we hier goede resultaten. Vooralsnog, dus positief afgesloten met een bullish candle. Let ook op, het is nu de vierde week, deze is natuurlijk nog bezig, maar de vierde candle, vierde week waarin dat we in deze laatste high aan het traden zijn. Zeer simpel voor de mensen die willen weten wat er gebeurt op een weekly timeframe. Closes onder deze low zou betekenen dat we uit deze candle gaan. En de hoogstwaarschijnlijkheid of de probability, de grootste kansen, is dan om verder te gaan traden naar beneden toe, bullish order block en heel wat andere signalen richting dan die 19.700 en een klets. En gaan we hier naar boven toe. Momenteel moeten we bullish denken. We zitten in de upperkant of de bovenkant van deze range. Weerstand, zeer simpel. Op 41.950, start van downtrend, 40.000, geef ook al drie weken aan ondertussen, waarin we aangeven van we zijn in ranging, Bitcoin is nog altijd aan een ranging, en ik projecteer een range ongeveer, het was met de losse vinger, maar toch gebaseerd op data, range support rond de 30k, en range weerstand rond de 40k. Zolang we daartussen zitten, zeer simpele trading in mijn ogen, buy support, sell resistance, kunnen meteen ook uw emoties gaan uitschakelen. En vanaf dat er één van de twee gaat gaan breken, dus met andere woorden, weekly close onder of boven 40 of 30k, kunnen we spreken van nieuwe trending. Het zij continuation naar boven toe, dus break van die 40.000 level, of break van die, wat is dat spel hier, die 30k ongeveer, dan kunnen we spreken van een reversal. Dan gaan we eerder naar beneden toe gaan denken. Als we dan opnieuw ons tekenwerk er bovenop gaan leggen, dan ga ik de ranges even gaan afzetten. Trouwens, voor die ranges even nog iets daartussenin. We zijn bezig om al onze ideeën en strategieën ook te laten uitplotten op TradingView, zodanig dat de mensen die het farming al hebben gevolgd, weten meteen al hoe handig dit is om dit geautomatiseerd te zien op elke chart, op elke timeframe. Die gaat binnenkort ook op de markt komen. En we gaan u daarvan op de hoogte houden voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Contacteer mij gerust via Minds of Telegram, ook daar mijn handle, @handmade, als je als eerste op de hoogte wilt houden van deze release, zeg maar, van deze automatische trading of tekentool. Maar goed, verder op de gewone regular charts, zeg maar, zien we dus die deftige compressie ontstaan. Kunnen we zelfs gaan implementeren als zijnde een bull pendant momenteel, wat dat niet wegneemt, dat hem kan overgaan in een bull flag. In ieder geval zorgen dat we hier basis gaan uitbouwen en we potentieel naar boven toe gaan breken, dan hebben we ongeveer een projectie, en dan moet ik hem bovenop de range zetten. En dan komen we toch wel bij onze eerste target dat we ook zagen op de monthly, rond die 64k uit. En wat dat eigenlijk technisch gezien ook zeer haalbaar is. Met andere woorden, 64k is geen holistisch, zweverig gedoe. Nee, absoluut niet. Het is gebaseerd en gefungeerd op wetenschappelijke feiten. Met andere woorden, data vanuit het verleden. Momenteel, qua trendlines dan, heel interessant. Qua steunen zitten we op een weekly hieronder deze as van deze candle. Met een goede steun op 27.900 à 28.000. Speelt dus ook in de kaarten van op die monthly timeframe equilibrium. En mochten we daaronder gaan trainen, ja, dan gaan we toch een stukje lager. En dan kijk ik richting die 23.000. Ook daar confluence op de weekly en op de monthly, als ook op de daily. Dat gaan we straks ook gaan zien. Veel lager ga ik momenteel niet. Was belangrijk, want onthouden we weekly close onder equilibrium is betekenis voor mij om verder naar beneden te gaan. En wat nog meer zelfs, deze week
gaan closen boven, en dan kijk je naar mijn trendline, weekly close boven 33.500, zal het zelfs nog wat scherper kunnen stellen, close boven 33.000 zelfs, is eigenlijk al een signaal dat deze lokale downtrendlijn gebroken wordt, dat we bullish moeten denken dat de kans veel groter wordt. Excuseer, het was lekkere soep, maar ze blijft werken op mijn maag. In ieder geval, als we daarboven zouden closen, upside, absoluut. Waar kijken we dan naar qua trendlines voor deze week? Weerstanden, 40.600 speelt wat in de kaarten van die range, zeg maar, dat we aanhalen tussen 30k en 40k. Kijken we verder naar boven toe. Zeer mooie interactie met een trendline en knal in onze confluence box dat we ook hadden gezien op de monthly. Dus 53.000, absoluut een logisch en haalbaar target. En dan een één lijntje erboven, 54.000. En dan hier deze trendline, 61.000. Ik vermoed, en het is een vermoeden, dus het is een speculatie. En dat is het volgende, dat naarmate dat de tijd verstrijkt, schuiven de assen van de candles op. Met andere woorden, de targets volgens de trendlines gaan automatisch hoger komen te staan. En dan denk ik, of toch vermoedelijk, dat we daar kunnen komen, potentieel, halverwege februari, mochten we inderdaad het bullish momentum verder aanhouden. Is dit onze local low, zeg maar, wat eigenlijk met andere woorden een higher low is, dan is de 64 zeer netjes haalbaar. En dan, ultieme target momenteel, ik denk niet, oh, op weekly hebben we zelfs nog wat targets. Eerste ultieme target, mocht het echt heel gek gaan, zegt de data ons, momenteel voor deze week 83.000. Dus is absoluut niet bij de haren gegrepen, gebaseerd nogmaals op data. En dan hebben we nog trendlines hoger staan. Ik kan mijn moeite zelfs al gaan uitlezen. Laat ons afronden op $127.000 per stuk. Amai, mijn frak. Dat is nog een maal 4 van hieruit. En dan een target dat ik nu zie. En momenteel kan ik niet hoger kijken. $133.700 dollar voor 1 bitcoin. Mooie correcties. Is het haalbaar of is het technisch? Logisch, ja. Gaan we dat halen? Dat weet ik niet. Dat is ook niet aan ons om dat te gaan voorspellen, zeg maar. We zitten hier allemaal samen met traders. Deel wel geloof, maar daarop kunnen we dus niks doen. Maar vanuit trader zijnde is het dus niet onze bedoeling om te gaan voorspellen, maar wij gaan anticiperen op de data die ons geserveerd wordt. En meer is het eigenlijk niet. De kunst is er natuurlijk in om die data te kunnen gaan uitfilteren, te gaan analyseren en daarop te gaan anticiperen of met name een tradingplan gaan maken. Momenteel, en de vormers weten dat ondertussen, zitten we hier onder onze lokale downtrend. Moeten we eigenlijk qua mindset oppassen en denken om eventueel zelfs wat profit-taking te gaan doen, zolang of dat hem niet gebroken wordt. We zien al een eerste interactie op onze trendline, waar we inderdaad ook een eerste sell-off gaan zien of kunnen zien. Dus om het heel simplistisch voor te stellen, we zitten in deze driehoek momenteel voor deze week. En zolang of dat we daarin blijven, blijven in ranging. Het moment dat we hier ergens buiten gaan closen, en dan kijk ik hier ongeveer minimum close deze week boven 32.600 zelfs, is terug opnieuw full bull op de weekly. Het algemeen, weekly dus bullish. En ik persoonlijk blijf zoeken naar longs. Dan gaan we eentje verder doorfietsen naar een daily timeframe. Ietske lagerder dus. En daar een eerste opmerking. Ik ga straks de levels gaan bespreken. Maar ik wil toch graag even aangeven wat ik momenteel zie of wat ik verwacht dat mogelijk zou kunnen zijn. Ik ga de lijnen wat dikker en duidelijker zetten. Ik zie aan de hand van mijn trendlines zelf, zie ik een kans die ontstaat op een nieuwe driehoek of op een nieuwe wedge, zeg maar. Waarin dat we een naam kunnen geven, mocht het al nodig zijn. Een soort rising wedge, zeg maar, waarin dat als het zo zou zijn, tenminste, ruimte genoeg hebben om te gaan intraden. Al dan niet met een breakdown naar beneden, al dan niet met een break-up naar boven. Mensen zeggen wel eens, het is een rising wedge, this is bearish. Nee, de kans is groot dat een bearish uitbreekt. Ja, daar kan ik wel mee involgen, maar het is geen feit dat een rising wedge altijd bearish is. Ze breken evengoed naar beneden of naar boven uit. Eigenlijk interesseert ons dat
geen meter. Wat interesseert ons wel? Dat is opnieuw die measurement target dat we daar kunnen van gebruiken. Mocht een breakdown naar beneden krijgen. En dan keren we terug naar deze regio, naar deze candle cluster. Zou absoluut niet abnormaal zijn. En zou eigenlijk zelfs verder in de cards spelen van een potentiële bull flag. Een hele grote bull flag. Dus daar zeker en vast een optie om naar beneden te breken. Maar als we dan naar boven toe gaan breken, ook daar zeer mooie optie komen in de buurt van die trendlines. Dus daar ook zeer logisch en zeer haalbaar. We gaan zien hoe dat verder evolueert. Maar dit is voor mezelf. Het is een zeer vroeg stadium om eigenlijk al zoiets te gaan anticiperen. Maar wie niet probeert, zal het ook nooit weten op voorhand. Ik anticipeer dus op deze wedge die naar boven zou kunnen gaan. Mocht het of wil ik een bevestiging zien, wel, dan is het volumeanalyse daarbij zeer, zeer interessant. Waarin dat we eigenlijk het volgende zien. Aan het begin van deze figuur willen we volume zien die eigenlijk verder in contractie gaat. Met andere woorden, ik wil het volume hier tussen gaan zien in deze driehoek. Zodanig dat we bij opwaartse prijsactie niet ondersteund met volume een zeer mooie bevestiging krijgen van deze potentiële wedge. Al dan niet rising wedge, who cares what it is in the name. Maar die compressie, daar gaat het voor ons om. Als dit gebeurt, die compressie, dan kan ik redelijk met zekerheid zeggen dat altcoins gaan vliegen als een raket. We zeggen het al een tijdje, maar dit zijn de ideale omstandigheden, de ideale mix. De perfect storm is in the making, zeg maar. Voor altcoins. Waar er is geen reden om anders te gaan denken momenteel. Goed, trading ranges dan. We gaan terug onze grootste tekenwerk weghalen en puur kijken op de ranges. Hadden we ook aangegeven, zeer belangrijk, level 33.300. Vorige week kregen we wat memes om de oren van Elon Musk. Het is daardoor dat spel gebeurd. Ik blijf weigeren van dit te geloven. De data geeft mij andere info. En dat is het volgende. We breken hier naar beneden. Hadden eerst de 33.300 gebruikt als weerstand. Hadden we ook aangegeven, close eronder is weerstand. Met een equilibrium steun, 30.083. Zeer mooie mogelijkheden om in te stappen op de Wix zelf. Dat was eigenlijk absoluut niet moeilijk om te gaan traden. Maar wat zien we dan de dag voordat Elon Musk tweet? Krijgen we een close boven, en ik ga het getal aflezen, 33.365. Met andere woorden, een close boven 33.300. Met andere woorden, nogmaals, boven onze steun. En de reactie van de dag daarna was niet meer dan logisch. Buy support. En onze interim resistance equilibrium is hier netjes gehit geweest. Dus Elon Musk, I don't believe you. Of ik geloof absoluut niet dat mensen zeggen. Het is door Elon Musk. Wij geloven enkel alleen de data en de feiten. Plus in combinatie met een bullish order book die ook al 2-3 dagen ervoor bezig in de maak was. Dus dit was een logische reactie. Dan de dag daarna opnieuw een test op 33.300. Opnieuw een mooie bullish reactie. Gisteren geclosed onder 33.300. Dus daar moeten we wat aandacht aan gaan geven. Maar desalniettemin closen we boven deze bullish orderblok. Is nog altijd bullish en nog altijd zoeken naar de longs, zeg maar. Dus dit is potentieel een, noemen ze het ook alweer, een shakeout of een fakeout. I don't care. In ieder geval, we close eronder, dus we moeten wat voorzichtig zijn. Welke steun hadden we hier de bovenkant van de bearish, bullish orderblok tenminste. Dus de week ook hier vandaag kon perfect ingekocht worden. Wat willen we gaan zien om dit signaal van eventuele bearishness te gaan uitschakelen? Heel simpel opnieuw. Daily close boven 33.300 is voor mij opnieuw clear skies om verder de trading range naar boven toe te gaan spelen. Potentieel zien we ook een falling wedge. We zien dat weer horen met onze namen. Maar ik zeg het of ik gebruik het zodanig dat de mensen wat snappen wat dat we daarmee doen. We zitten hier met deze trendline ongeveer. En we zitten ook met deze lijn hier. Waarin dat we expansie zien overgaan in compressie. Dus prijs wordt samengedrukt.
goede breakout, de Elon Musk pump, hè, of wat dat ook is. In ieder geval breakout, retest momenteel. Deze lows moeten we gaan vasthouden. En dan verwachten wij verdere continuation naar boven toe. Measurement target ongeveer is deze hier. En dan kijk ik heel rustig, en het is nat vingerwerk nu momenteel, op en rond, ja, geloof het of geloof het niet, op en rond die 40k opnieuw. Dus zeer interessant om deze week, ik voel en ik zie overal bullish tekenen. En ik denk dat we zeer, zeer mooie week tegemoet gaan qua trading. Er zal heel wat getrade kunnen worden. Heel wat volatiliteit, dat is ook hetgeen waarvan traders houden, zeg maar. We kijken uit naar compressie, want we weten dat expansie dan een feit wordt of een zekerheid is. En die expansie, met andere woorden, volatiliteit betekent snelle prikken naar boven. Als trader zijnde proberen zo hoog mogelijk die weeks te verkopen op de data en zo laag mogelijk terug meteen weer gaan inkopen. En dan kun je heel snel uw account laten groeien. Als je natuurlijk het geduld hebt en de ballen om bovenaan te verkopen en onderaan te gaan inkopen. Wat dat niet wil zeggen dat je meteen all in, all out moet gaan, maar gebruik de volatiliteit in uw voordeel. Goed, dan de trading ranges even gaan wegnemen. En, wat staat dat hier? Jup. Voilà. Wat zien we? Bullish orderblok, getest geweest. Weken, dagen terug, point positief, positief, liquiditeit tappen opnieuw. Redelijk diep erin gaan. Hier zaten we toch wel met een, kan niet zeggen een zenuwachtig moment, maar een potentiële kans op een breakdown. Hebben we netjes terug uitgehaald met een soort van een double bottom. Volume spike was ook goed. Opnieuw bullish orderblok. Blijven closen nu. Boven de bullish order block is van uitermate levensbelang voor Bitcoin. Met andere woorden, we willen geen, en ik herhaal, geen daily closes zien onder 33.005. Dus iets kunnen onder de trading range steun van 33.300. Line in the sand dan ook meteen 33.005. Line in the sand, heel belangrijk. Geen daily closes daarin. Dan komen we terug in die zone. Dus het kan zeer groot dat we die zone volledig gaan uittraden naar beneden toe. En zo wel eens een zwak teken kunnen gaan geven voor ons. Wat wil ik nog, of wat kan ik nog allemaal zeggen? Ja, meteen ook als we die close krijgen, daaronder stel dat dat gebeurt, is deze potentiële rising wedge meteen invalidated. Met andere woorden, hij is niet meer van toepassing. Goed, wat hebben we nog allemaal te vertellen? We hebben hier een downtrendline momenteel. En onze laatste uptrendline, dat is deze paarslijn. Ik ga even de zwarte die er bovenop ligt weghalen. Deze paarslijn, mensen die de opleiding hebben gevolgd, weten hoe laat dat is. Eentje die dik staat, is de baas. Wat zegt een baas? Hij zegt, bullish denken kunnen we niet omheen. Maar we zitten momenteel tegen een weerstands-downtrendlijn. Hebben we al een paar keer tegen gebokst. Eenmaal, dan een tweede maal. Niet volledig perfect, maar toch ook niet die reactie naar beneden. Derde maal, vierde maal en een vijfde maal. Als we zo traden, zo closen vandaag, closen we ook deze downtrendline. En dan is het inderdaad full bull met weerstanden dan voor vandaag en morgen. Deze twee trendlines hebben vandaag trouwens al een zeer mooie reactie op gezien. Spreken we ongeveer rond 34.700, a.k.a. goede TP1. Dan trendline 2. 35.300, a.k.a. TP2. Het is geen financieel advies, dat is gewoon wat de data zegt. Sell resistance, met andere woorden. Dan equilibrium, 37.625. Bovenkant van deze trendline, en trouwens ook deze paarse trendline, komt ermee in confluence. Je ziet ook zeer mooi, als we kijken puur en alleen naar deze trendline. Ik kan even mijn annotatie erbij nemen, zal iets vlotter tekenen. Ik heb het over deze trendline hier. Dat is niet zeer mooi break-up. Dan steun, 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 breakdown, resistance. En hier, net niet perfect genoeg, ook resistance. Ik verwacht dat als we daar terug naartoe gaan, opnieuw wat resistance gaan zien. Closes boven die trendline, stel dat dat gebeurt. Zeer bullish en dan kijk ik opnieuw naar nieuwe all-time highs. Zo simpel is het eigenlijk. Dus we zien eigenlijk niet alleen op de trading ranges, maar ook op de trendlines, als ook op onze patronen, zien we overal compressie die op zijn einde aan het lopen is. Op
natuurlijk, afhankelijk van welke timeframe, dat gaan we het zien zijn. Met andere woorden, die ranging gaan we nog een paar dagen aanhouden in mijn ogen. En vanaf dat we gaan breken, zitten we volop in een nieuwe trend. Algemene conclusie, ik ga voorzichtig gaan afronden. Ik ga niet op de delen die die hoge targets pakken. Ik ben nog altijd overtuigd van de ranging hier in deze fase. In het algemeen zeer, zeer nat vingerwerk. Ranging, support rond de 30k en 40k. Een van de twee levels die breekt. Closes dus erboven, of meerdere closes erboven. Is continuation naar boven, dus boven die 40k. Of een reversal, closes dus onder die 30k. Dat is het in het algemeen. Daily, bullish. Weekly, bullish. Monthly, bullish. Nothing has changed. En we zijn, denk ik, nog steeds gelukkige mensen met dit soort van prijsactie. Dan, heel snel voor de mensen die deze video later gaan bekijken. AGI is een interessant project. Maar ik moet beginnen mijn mond houden. Hey, anders gaan ze zeggen dat ik weer aan het chillen ben. In ieder geval, Bitcoin-dominantie is misschien nog interessanter dan... we gaan even zien wat dat we hebben qua trading ranges. Excuseer, op de daily timeframe. Holy fuck, we hebben hier een goede week gezien naar beneden. Had ik nog niet gemerkt. Blijft ook staan. Met andere woorden, een eerste teken dat we toch wat verder naar beneden willen gaan. Een goede daily rejection op dat equilibrium. Dus bearish prijsactie momenteel voor de Bitcoin-dominantie. Al moeten we hier waakzaam zijn, zolang of dat we niet closen onder de 61,5... gebeurt dit niet, moeten we oppassen met onze altcoins. Het moment dat we een daily close krijgen onder 61,5, dan is het opnieuw ook voor altcoins een bevestiging dat we verder naar boven kunnen gaan vliegen. Althans, dat is hetgeen dat we nu zien. We zitten dus in deze trading range op de daily. Goed, wat zien we dan op een 3-day? Denk ik dat het daar hetzelfde is ongeveer. Lekker in deze range ook daar getapt op dat equilibrium. Dan weekly komen we zeer dicht bij die steun. 61,5 ook hier. Dat is een heel belangrijke level. 61,5. Closes daaronder. Oh my god. Fast in your seatbelts. Excuseer voor de altcoins. Gaan we er naartoe. Maar stevige reactie naar boven. Oppassen daar voor altcoins. Want dan zullen we wel eens wat prijsactie terug naar boven kunnen gaan zien. Dus een belangrijk level. 61,5. Op de monthly timeframe. Ook daar hebben we een mooie close. Halleluja, fantastische close op de Bitcoin-dominantie voor altcoins. Rejection op het equilibrium, heel mooi. Steun zit daar op 49. Dat is nog een serieus pak naar beneden op de monthly timeframe. En een bearish orderblok, weliswaar, moeten we erbij zeggen, zitten hier nog met voorrang te geven op een bullish orderblok, waarin dat we met start van de print zitten rond, even zien, 62.62. Wat betekent dat voor mij? Weekly closes onder 62,62 is toch het begin van het breken van deze bullish orderblok. En afbrokkeling verder naar beneden. Vooralsnog positief dus voor altcoins. 61,5 onthouden we als magic number, zeg maar. Dan ga ik er nog eentje bij pakken. Wat is dat hem hier? Hier. Total market cap. Blijven bullish. Er blijft dus money inflow komen in Bitcoin en altcoins in het algemeen. Bullish, niks op aan te merken, niks op te zeggen. En dan de total 2 puur en alleen voor onze altcoins. Heel mooi om te zien. Monthly close boven all-time high of boven de higher high van toen. Mensen, dit is niet zomaar een close. Dit is een zeer, zeer belangrijke close. We zijn op zoek naar een nieuwe monthly trading range. Met andere woorden, we zijn bullish en we doen gewoon niks. Dus we verwachten verdere inflow van geld, zeg maar, naar altcoins. En we hebben blijkbaar al vandaag getest, geretest als zijnde steun. Is zeer positief, heel, heel, heel positief. Geen financieel advies. Maar altcoins die krijgen technisch gezien de ruimte om te gaan groeien. Ik zou zeggen, geniet van de ritten. Wat kunnen we doen? Omdat ik heel veel mensen hoor, niet van onze gasten, maar vooral buiten de community, zeg maar. Van ja, wat moeten we doen? En stoplosses en targets en moet verkopen en pump en dump en bla 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 bla. Grote targets, of ik ga het anders zeggen, altcoins die gaan runnen na zo'n lange accumulatie, dan spreek ik over, niet over weken, zelfs niet over maanden, maar over jaren voor sommige altcoins. Die pumps, als jij 20% in de profit staat,
is dit in mijn ogen dan toch te vroeg om al te denken over na, of om over na te denken om te gaan verkopen. Pak die grote timeframes erbij, pak die weekly charts, pak die monthly charts. Hou het easy, clean en simpel. Verkoop ook niet te vroeg, want de meesten hebben jaren in het rood gestaan, beginnen nu op wat break-even te staan. Wees nu ook niet de man of de vrouw die nu al gaat gaan verkopen. Na 2-3 jaar afzien, zeg maar, is het nu tijd om te schitteren. En ons moment is aangebroken in mijn ogen. Volgens mij wordt 2021 het jaar van de altcoins. En probeer er optimaal van te gaan profiteren. Hebben jullie geen idee wat dat gaan doen zijn? Hebben zelfs geen idee wat dat we hier eigenlijk allemaal aan het vertellen zijn? Dan denk ik dat Bulio wel iets is voor u. En de site www.bulio.be. Maar voor nu sluit ik dus af. Ik wens u allemaal een fijne week nog toe. Zorg voor jezelf. Dan kunnen zorgen voor een ander. Gebruik uw logisch verstand. En voor de rest, geniet van het leven, zou ik zeggen. Tot volgende week. Bye.